Er is zo vol van de jeugd, te dwan dat het een koste geeft voor haar belangstelling voor de wettersport. En dat vernemen de verkepers ik. Nou ja, ik denk dat de jeugd uh, die wil meer, meer dingen, verschillende dingen dwan. En dat je dan een boot aanschaffen moet, dat is best een, een, een grote investering. Ik denk dat de financiën een grote rol spelen. De, naast het kopen van een boot, natuurlijk ook uh, ja, onderhoudskosten, lichtplaats huren, uh, ja, winterstalling is ook prijzig. Dus, uh, ja, met al met al veel geld kwijt aan iets wat je ja, een paar keer per jaar kan doen eigenlijk. Ommees een toch enthousiast te maatje voor de wettersport is op de Wetterboulevard in Snits, je en een jeëpen Zijn 50 Wettersportbedriewen dienen in de Dwaren Iëpen. De opkomst wie alleen nog net heel grud. Nou ja, Zatjes, het is echt heel erg mooi waar. Dus uh, ik denk dat het op het heden eigenlijk een beetje te mooi waar is dat lever. In het snitsen, maar uh, uh, ontzielen binnen, maar uh, ja, we hopen dat het nog wel een beetje drukker wordt. Maar uh, ja, we hebben het tot nota we het wel uh, heel erg mooi op skikje, uh, omdat het juist heel mooi waar is. Het is dus better als Rijn in ieder geval.